Wat doe je nou steeds in de zanglessen? Je houdt je met deze materie bezig. Je houdt je bezig met de principes die we nodig hebben om te kunnen zingen. Dat is ademsteun, twang en opletten voor die lip en die kaak. Ja? Het tweede stuk is je kiest, je klank. En dat is natuurlijk nogal gekoppeld aan je volume. We hebben dus de basis van wat is nodig om überhaupt geluid te produceren. Dat is adem, dat is twang. En dat is inmiddels voor veel mensen toch duidelijk. Er moet een bepaalde vernauwing in het systeem zitten, wat via die strottenklep gebeurt, om überhaupt de weerkaatsing van de lucht maximaal te maken. Dus zonder dat heb je een stem die niet functioneert. Ik van heel veel van jullie, wat moet ik kiezen? Wat past bij mijn stem? Het is niet aan mij. Ik geef jullie soms nummers aan. Maar ik zou gek worden als ik dat voor iedereen zou moeten verzinnen. En los daarvan, komt hij weer. Het is mijn taak om jullie te begeleiden in je stem. Niet om je stem helemaal te vormen. Dan gaan we terug naar het oude patroon. Dat mensen naar een zangdocent kunnen gaan. En dat ze allemaal hetzelfde gaan klinken. Dat is niet de bedoeling. Mijn smaak is niet jullie smaak. Dat wat ik aan jullie zou geven, is wat ik aan jullie zou geven. Heeft misschien helemaal niks te maken met wat je zelf zou kiezen. Dus het is juist een must dat je jezelf leert ontwikkelen. Geldt voor de overdrive. Als jij je opent en je hebt gewoon zoiets, dus ik zou zeggen, we gaan een beetje om en om lopen, dat je ook goed ruimte hebt. Dus Carla, Wouter en Tim, die lopen als eerste. Ik wil van jullie horen. Hey! Je gaat het weggeven. Je gooit je handen naar de zijkant, je buik is los en je gaat lopen. Kom maar. 2, 3, en. Iedereen heeft zijn ding. Hè? De een voelt zich happier in een overdrive, de andere happier in edge, de andere happier in curve. Je gaat het toch krijgen. De een doet dit goed, de ander doet dat goed. Maar leer van elkaar. En sla op. Oh, wacht even. Oh, weet je wel. Sla op en pas toe. Wat ik even van jullie wil horen, en dat is tevens, want dat is iets wat ik in het koor steeds merk. Beat en afterbeat zijn twee dingen. Zingen is heel erg in je lijf, dus ik laat jullie ook lopen, ik laat jullie bewegen. Zingen is ook ritme. Zingen is technieken, maar zingen is ook ritme. Dus betekent, je moet straks kunnen aftellen. Ja, dat hoort er ook bij, want we hebben een pianist. Zeker drie mensen. Ja, maar dat gaat om
van die woorden, de buik is los. Dan horen we om die halleluja te bereiken. Dus en de ruimte wordt kleiner. Kleiner. Sjanne, zeggen zeker hallo Inge. Hallo Inge. Nee, dat is de ruimte weer vast. Hallo Inge. Losgemaakt. Oh, het is hele fijne lieve maak. Hele fijne lieve maak. Ja, losgemaakt. Hallo Inge. Je zingt E, maar je denkt O. Dus there right. Yes. All night bad. En zing nou eens. Positie van de klinkers, de getwijnde klinkers waarbij de tong tegen de tanden zit, de klinkers waarbij de tong naar beneden komt, de twang afwezig is, kan je dus niet in edge zingen. Hebben jullie wat meer handvaten gekregen vandaag? Ja. Ja?